Van Dalen blijven de geluidsschermen tussen de Rijksweg A16 en het park Overbos in Prinsenbeek voortdurend als doelwit nemen. Het uitblijven van een reparatie van de kapotte geluidsschermen nodigt uit tot nieuw vandalisme. In de loop van de tijd zijn er al heel wat glazen panelen van het geluidsscherm gesneuveld. Er zijn er in de loop der tijd redelijk wat gesneuveld, ja. Er zijn geen grote gaten die erin zitten, wel een paar, maar daar zullen we straks wel een keer naartoe gaan. Maar de andere zijn dus een vorm van vandalisme die vanaf de snelweg gebeurt. Ook dat is het probleem natuurlijk. En ja, jammer, maar helaas, het zou fijn zijn als die dus gewoon heel snel vervangen zou worden. En dan motiveren die andere mensen niet om ook weer zoiets te doen. Ja, er wordt zelfs geschoten vanaf de snelweg, gelijk is goed te zien. Aan de inslag van dus de beschadiging is te zien dat je dus niet vanaf het park gebeurt. De traagheid waarmee Rijkswaterstaat reageert op de vernielingen leidt tot verbazing bij de Prinsenbekenaren. Zorg dat je de zaken verdeelt en dat je weet wie die dingen moet repareren, wie de opdracht moet geven. Heel dicht bij een grote organisatie is het zo dat er wel mensen zijn die iets moeten doen, maar niet altijd weten wanneer ze aan de beurt zijn of wanneer ze het moeten doen. Gelukkig heeft de gemeente trouwens ook weer een paar dagen gewacht, maar eigenlijk ook heel logisch, want het gaat om een spelletje. Wie gaat er eerst? En heeft de gemeente daar een multiplex plaat voor gemaakt, zodat het dus uiteraard voor de kinderen toch veilig is. Rijkswaterstaat stelt dat de kapotte panelen altijd worden vervangen. Dat het nu even duurt komt door de bouwvakvakantie. Na de bouwvak gaat de aannemer meteen aan de slag, laat Rijkswaterstaat weten. Volgens Rijkswaterstaat is het trage moment van repareren veroorzaakt door de bouwvakvakantie. Begint die met januari of daarvoor? Enig idee? Maar het is natuurlijk een Jantje van Leijen, zoals dat heet. Het is afschuiven naar. En wees eerlijk, er moet gewoon een keer iemand zijn die zegt accuraat van hier word ik voor betaald, ik zorg ervoor dat het gemaakt wordt. De politie is op de hoogte van de vernielingen. Als het noodzakelijk blijkt, kan er extra worden gepost of kan er iets worden gedaan met bewakingscamera's. Maar zover is het volgens een woordvoerder van de politie nog niet.